Is nog niet beslist, maar daar denkt een Australische bookmaker anders over. Gokkers die geld hebben ingezet op Joe Biden, die krijgen nu al de winst uitbetaald. Ze hebben 23 miljoen Australische dollar uitbetaald. Dat is ruim 14 miljoen euro omgerekend. Ja, en zij zeggen dus, ja, het kan nog weken duren voordat die uitslag officieel is. Wij weten genoeg, waarom wachten? Joe Biden wordt de nieuwe president van Amerika. Het is nog niet duidelijk. De overwinning lijkt wel in de buurt, lijkt wel dichtbij voor Joe Biden. Zeker nu dus.